We gaan nu iets maken. Kijk, noten kennen we altijd als gezouten noten. Hè? Boter met een beetje zeezout. Dit is een chocolatier verhaal. We doen er een filmpje chocola omheen. Ze zijn natuurlijk vers gebrand. Dat filmpje chocola zorgt ervoor dat het decoratief is, want daarna gaat het door de suiker heen. Het wordt op bonbons gelegd, op mokkataarten of gewoon, je eet het zo, hè? Ja. Bij koffie of thee. Dat kan ik me ook wel voorstellen. Heeft dit een speciale naam? Nee. Gewoon chocoladenoten. Noten met chocola eromheen, maar niet doorhalen, maar ik doe wat chocola aan mijn handen. Ja. Er zit een onnoemelijk klein laagje, zit er om die noot heen. En jij haalt het door de suiker en legt het op het bord. Oké. En zijn deze gezout of niet? Nee. Dus zijn niet gezout? Nee. Oké. Dat durf ik eigenlijk niet aan. Ik weet niet hoe dat uitpakt als je die nog misschien heel licht... Ik denk dat het wel lekker kan zijn. Ja, maar... nou goed dat je het oppert. Als mensen dat thuis wel willen doen. Ja, nee, heel goed. Maar dan zou ik er heel voorzichtig mee zijn. Ik ga de melkchocola... Nou, er is niets voor nodig om dat te smelten. Een heel klein beetje. Even kijken, ze hebben nu 30 seconden gehad. We zeggen het altijd, voorzichtig hè, met chocola. Hè? Het kan heel snel verbranden. Nou. Ja, zeer. Ik geef er nog een paar seconden bij. Nou. De hazelnoten. Kijk. Schone handen nu nog. Schone handen, geen ringen. Hè? Ja. Ja, dit is wel een beetje gedoetje, maar kijk zo, er moet een filmpje chocola omheen. Dus je kan ook de noten erin gooien in de chocola, maar dan wordt het te veel chocola. Ja, tuurlijk. Jij moet het heel voorzichtig, zo, je moet eigenlijk niet... chocola, ik wil geen vieze handen. Nee, toch? Juist. Ik heb het wel, maar jij moet schone handen houden. En je gooit ze heel voorzichtig op het bord. Er zit een onnoemelijk dun filmpje chocola. En deze blijven krokant. Hè. Ik zorg dat ze los van elkaar op de suiker komen. Dit is een heel eenvoudig item. Ja, de chocola is warm. Niet op temperatuur, niet getableerd, juist niet. Ja, gewoon zo. Ja, ik wacht even. Ik probeer ze elkaar niet te laten raken. Gooi daar maar suiker bij. Dat is makkelijker voor jou. Ja, natuurlijk. Is het ook iets wat jullie verkochten los? Of niet? Nee, het werd niet los verkocht. Maar er zijn mokka gebakjes, mokka taarten en bonbons. Waar dit als decoratie op zit. Ja. Terwijl jij dit afhandelt, doe ik hier een paar... witte chocolaatjes bij. Dan krijgen we een beige kleur. Zo. En dan doen we deze. Ja. Dit is melk en wit door elkaar om gewoon even een ander kleurtje te hebben. Dit zijn grote noten. Ze zijn ook zachter, hè? Het is echt... Ik werd getipt door mijn broer Koos uit Maassluis van de Tompoeze. Die verwerkte het voor zijn bonbons. Zie je, het is wel heel weinig chocola, hè? Maar je hebt niet veel nodig. Nee, maar, want hij zit dicht nu. Hij is afgesloten. Hij blijft krokant. Ja. Terwijl jij dit afhandelt... Ga jij de pure chocola. Ja, wil jij even de magnetron open doen? En ja, zet hem maar even aan. En nog een keer. Dankjewel. Hier maken we weer wat van. Mm. Proef je er een? Ja, een stukken. Ja, nee, maar dan gaat het niet goed. Lekker, hè? Ja, heel erg. Kijk, zo eenvoudig gaat het. Ik voel een temperatuur van 40.
Het is te warm. Ja. Maar voor dit is het goed. Ja, een beetje een vreemd gezicht. Maar ja. Mm-hmm. Dit zijn natuurlijk, hebben we nog niet erbij gezegd, maar de mooie, grote, platte Valencia. Amandelen. De kleine amandelen, god, dat kan ook. Maar dit zijn wel hele lekker, hoor. Gewoon bij de notenkraam? Ja. Toch? Nou, bij de betere notenkraam. Want dit is een dure amandel. Dus een supermarkt heeft deze niet, hoor. Deze noten heb ik op de Albert Cuyp gehaald bij Gautier. Dat is familie van Gautier van de Lindengracht. En ze zijn gewoon heel goed. Nou, Stella, dit was het. Proef er even één als je wil. Ja, lekker. Uiteindelijk, als ze echt afgekoeld zijn, dan pakken we ze op. Weet je wel? Want kijk, die chocola is nu nog zacht, want hij was niet op temperatuur. En het is hier extreem warm. Nou, welke pikken we die? Ja, ik pak deze. Ja. Heel lekker, hè? Oh, lekker. Het is iets volstrekt anders. Natuurlijk als een zoute noot, maar het kan, hè? Het ziet er leuk uit. Ja. Als ik laat het. We laten het rustig even een paar minuten staan. En dan pakken we ze op en dan gaan ze in bakjes. Ja? Lust je nog een video? Dat treft, want er staan er meer dan 1400 voor je klaar. Abonneer je op het YouTube-kanaal of schrijf je in voor de nieuwsbrief. Dan hou ik je wekelijks op de hoogte van nieuw materiaal.